jaar geleden zijn Wery en ik samen gaan fietsen. En op een gegeven moment hadden we het idee van, nou, zullen we een fietsclub oprichten bij Deltaloid? Zou er animo voor zijn? Minimaal 25, want we konden een club oprichten. Nou, het zijn er nu bijna 60 inmiddels. En ja, we hopen nog op veel meer leden. Toen we eenmaal die 25 mensen hadden, toen hebben we ook andere bestuursleden warm kunnen maken om mee te doen. Ik hou van duursporten. Daar kan ik mijn ei in kwijt. Ik ben niet supersnel, hè. Dat hoeft ook helemaal niet, maar je bent uren bezig. Dat heb ik met hardlopen altijd leuk gevonden en dat vind ik met fiets ook leuk. Dit is het Deltaloid Cycling Team, afgelopen winter opgericht met collega's binnen Deltaloid. Dit jaar hebben we alleen met bestaande evenementen meegenomen, net als gisteren Dam tot Dam Fiets Classic. En volgend jaar hopen we ook wat eigen events te organiseren. We zijn net tegen Ivan, vorig jaar stonden we hier met z'n drieën. Kijk nou eens. Toen we met het team begonnen, toen wilden we ook graag iets doen voor een goed doel. We hadden niet gelijk daarvoor al iets in ons hoofd. Dan ga je in eerste instantie wat oriënteren op de bestaande goede doelen, grote organisaties. Albues kwam even langs. Nou, dat vinden we eigenlijk te massaal. En toen kwam dit langs en dat vonden we in ieder geval een heel aantrekkelijk doel. Vrij nieuw nog, kleinschaliger. En het leek ons heel leuk om op deze manier deze stichting te steunen. Wij vinden het leuk om iets te doen wat we zelf leuk vinden en aldoende iets te kunnen doen voor anderen. We willen ons inzetten voor een goed doel. En dat willen we verbinden aan een inspanning. Dat vind ik heel belangrijk, want middels zeg maar dit soort inspanningen kan je heel veel mensen bewegen om te doneren voor een goed doel.